Bent u een startende ondernemer, een ervaren ondernemer of doet u internationaal zaken? Er is één bank die u 24/7 en overal bij u kan hebben. Al uw bankzaken tot aan uw vingertoppen. Thuis, op kantoor, onderweg. Of bij uw vertrouwde bank. De Hagringbank is uw financiële partner bij elke ondernemende stap. Vanaf het kleine begin tot de grootste dromen. Hagringbank denkt met u en uw business mee. Makkelijk zaken doen met de Hagringbank. Volleybalsters, zoals iedereen dat zegt. Vind je het oké dat mensen eerder volleybalsters zien en dan Sandrine? Nou, ik vind het niet per se erg. Dat ze me als volleybalsters zien houdt wel een beetje afstand. En dat vind ik wel prettig. Ik hou van mijn privé. En mijn girls, mijn boys, de mensen die dicht bij mijn hart zijn, weten ook precies wie ik ben. Dus op beide fronten, zeg maar, dan is het wel hartelijk, zeg maar. Als ze me als volleybalsters zien, is het hartelijk. En mijn vrienden die me gewoon als stand zien, is ook heel prettig. Dus ik heb er niet per se moeite mee. Je sport al heel lang. Mm. Voel je jezelf soms een beetje verplicht om door te blijven gaan? Verplicht? Ja, ik voel me verantwoordelijk, zeg maar. Vooral wat volleybal betreft en de selectie. Dan voel ik een soort verantwoording dat ik het team moet blijven dragen. We moeten samen blijven, et cetera. Maar ik heb best wel een goede communicatie met die dames. Ze weten ook wanneer het minder gaat. Bijvoorbeeld vorig jaar bij het toernooi. Daar was ik echt een beetje minder. Gewoon in mijn vel en alles mentaal. Ik had nog wat andere zaken die ik moest afronden. En ze hebben het goed opgevangen. Ik kan gewoon ook eerlijk met ze zijn. Dus die verantwoording kan ik ook gewoon delen met ze. En ja, tegen de tijd dat ik zeg van ik neem nu even een pauze, dan gaan ze dat ook van me horen. En dan als ik ready ben, dan kom ik terug. Dus die verplichting voel ik niet zo zwaar. Maar er is wel een zekere mate van verantwoording, ja. Oké. Je zegt dat je misschien een break wil nemen. Wat doe je dan als je zo'n break neemt om sterk terug te komen? Als ik een break neem, dan eet ik heel veel. Boil? Voor mijn pastij. Ik luier veel. Ik ga veel uit, dus iets drinken of naar de film. Ik probeer veel afspraken te maken met vriendinnen om leuke dingen te doen. Mm-hmm. Omdat ik vaak moet afzeggen. Hè? Oh nee, ik kan vandaag niet trainen. Ik probeer veel te doen met mijn nichtje ook in de vakantie. Dus ja, wat socializing en chillen gewoon. Dat doe ik wanneer ik een break neem. En dan, daarna begin ik het te missen, denk ik zo. Nee, gaan we weer wedstrijd hebben. En dan pak ik het weer op en is het weer lekker, kan ik het weer aan. Nou, supergoed. Je bent ook meerdere keren uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Volleybalster van het jaar en één keer tot sportvrouw van het jaar. Ja. Dat brengt dus ook inderdaad een soort sociale verantwoordelijkheid met zich mee. Mm. Wat we altijd zien, zeker op de social media, is dat je altijd super enthousiast reageert op posts van any organisatie. Mm. Is het moeilijk om altijd zo enthousiast te blijven? Ja, ik zou niet zeggen moeilijk, omdat als ik het niet ben, dan doe ik het niet. Dus eigenlijk is het wel makkelijk om enthousiast te zijn, omdat het gewoon vanuit binnenkomt. Ja. En geloof me, ik laat ook heel wat dingen voorbij gaan hoor. Wat dat betreft voel ik me absoluut niet verplicht. Okay. Anders ga je mentaal opraken als je doet alsof, snap je? Dus wat dat betreft, ja, ik vind het niet moeilijk, omdat ik het gewoon leuk vind wanneer ik het doe. Oké. Okay. Ja. Je hebt nu ook een vriend. Oh, jawel. Hij is ook een sporter. Ja. Je weet zelf hoe druk je het hebt als sporter. Waarom kies je toch nog voor een sporter?
Omdat ik sport er echt leuk. En het, in dit geval dat zorgt ervoor dat ik elke zondag een reden heb om in de sporthal te zijn. Want dan ga ik voor hem kraken en zo. En ja, hij pusht me ook wanneer het minder gaat. Hij zegt me ook om te rusten wanneer hij ziet van Isaac kan niet meer. Dus het is eigenlijk, komt het heel goed uit dat het een sporter is hoor. Ja. Hij snapt me. Hij klaagt ook niet als ik moet gaan sporten. Want hij moet zelf ook sporten. Hij weet hoe het is, ja. Snap je? En ik klaag absoluut ook niet als hij moet gaan trainen en zo. Dus zo hebben we een goede verstandhouding vanwege het beide sporters zijn. En het is wel gezellig, ja. Hi, daar zijn we weer met de fysiotip. Vandaag gaan we het hebben over stretchen. Stretchen is niet alleen belangrijk voor het sporten, maar ook na het sporten. Het zorgt ervoor dat je spieren goed op lengte zijn en dat je gewrichten goed gestabiliseerd zijn. Daardoor heb je minder kans op het krijgen van blessures. Maak een dagje vrij om je spieren goed uit te stretchen. Probeer de stretch langer dan 30 seconden aan te houden, zodat je werkelijk weer zo rek krijgt. Voor verdere tips, maak contact met je fysiotherapeut. En tot de volgende week. De Hakringbank introduceert als eerste in Suriname online betalen met Hakringbank Online Payments, kort gezegd HOP. U betaalt met HOP 24/7 en overal online in SRD's met uw Hakringbank Pinpas. Kijk uit naar het HOP-logo op de website van de participerende bedrijven. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Ik moest een taart bezorgen op dit adres. Ja, dat klopt. Klopt het? Hartelijk gefeliciteerd. HOP, de nieuwe manier van betalen. Ja, San is eigenlijk altijd happy-go-lucky. Voelt ook altijd echt aan wanneer je in de hal komt. Je geeft iedereen een brasa, je weet dat. Ik denk, kijk San, mijn god, ik moet een brasa van doen. Maar ik neem aan dat je ook wel... Je weet toch, je struggles hebt. Momenten waarbij het even niet gaat, wanneer het niet lukt, het wil niet gaan. Mm-hmm. Kan je een van die momenten noemen en misschien ook vertellen hoe je daarmee bent omgegaan? Zo, er zijn veel. Oh, jee. Nee, je hebt gelijk. Het is soms wel... Al die happiness is er niet altijd, snap je? Als het er is het wel echt. En als ik gewoon rustig ben, ben ik gewoon rustig. En dat was vorig jaar dus zo. Vorig jaar was best een moeilijk jaar, want ik moest afstuderen bijvoorbeeld. Er was weer selectie. Mm-hmm. En mijn vader was ook ziek geworden, ja. Dus dan, je denkt dat je helemaal sharp bent toch, je focust, want dan wil je ook niet bijvoorbeeld, als er wordt gehuild, dan blijf je sterk. Dan denk je van nee, jij moet nu even ondersteunen en zo. En dan opeens slaat het je zo bap. Dan denk je, hè? Wat, waarom huil ik? Waarom ben ik verdrietig? Wat gebeurt er? Waarom heb ik geen zin? Je weet toch, je hebt gewoon geen zin. Ik moest selecties moesten we spelen en ik had geen zin. Dus toen had ik echt die meisjes even geappt van, ladies, ik weet dat het altijd trekken is en zo, maar I need your help extra. Mm-hmm. Want sowieso is er altijd team effort. Yeah. Maar dus van, we kunnen niet te veel bouwen op mijn schouders dit keer, want ik ben niet mezelf, toch? Yeah. En toen heb positieve reacties, dat maakte dat ik ook wel weer wat positiever ben gaan naar het toernooi, want ik zet heel veel druk op mezelf. Mm-hmm. Maar ja, je voelt je gewoon, ik ben zelf ook niet gewend eraan als ik me niet lekker voel, omdat ik ben inderdaad, ik wil altijd zo, snap je? Dat is wel leuk hoor. Dus wanneer ik me vervelend voel van binnen, dan is het echt zo, wie is dit? Ja. Dus dan vecht ik van binnen, weet je. En Ik heb veel steun gehad van Booster, mijn vriend, is dat hè? Geraldo Beverdijk. Geraldo Beverdijk. De CBB naam. Ik kan zijn naam niet eens uitspreken. En, maar het was niet makkelijk. Ik dacht dat ik bijvoorbeeld niet zou afstuderen. Ik vond niet dat ik slim genoeg was. Bij beachvolleybal heb ik zo vaak het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. Dat ik het niet kan, dat ik ga falen.
Ook in mijn relatie heb ik faalangst. En het is weird, want ik kan goed volleyballen en ik ben een leuk persoon. Ja. Maar ik ben ook vaak bang, snap je? Maar ik heb volgens mij echt veel te veel liefde om me heen. Dat het werkelijk een failure wordt. Ja. Want in mijn relatie wordt het opgevangen. In mijn sport wordt het opgevangen. En ik ben afgestudeerd, dus daar is het ook opgevangen. Dank je wel. Dus ja, het is niet altijd even rooskleurig en leuk. Maar ik denk dat dat de kunst is van het leven, weet je. Het gaat niet altijd makkelijk zijn en leuk zijn. En dat heb ik geleerd, want ik dacht ook altijd dat het gewoon leuk zou zijn. En dat maakt het niet minder mooi wanneer het vervelend gaat. Ja. Maakt het mooier eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ja, klopt dat. San, wil je kinderen? Wanneer ga je beginnen? Jawel, ik wil 5. Oh. Ja, maar de situatie in het land. Laten we daar maar niet over beginnen. We brengen het dan naar 3. Dus we hebben niet meer een devaluatie, anders wordt het 1. Maar goed. Dus ik wil kinderen. Ik heb het gevoel dat ik ben gemaakt om een moeder te zijn. Dus wat is, kinderen komen zeker. Wat is het belangrijkste dat je je kinderen mee gaat geven? Belangrijkste? Dat lang zijn mooi is. Dat is 1. Wacht even, laten we het. Ja, want daarmee, ja. Daarmee had ik zelf ook gestruggeld. Werd je gepest? Ja, toch wel. Maar het waren meer mijn tienerjaren waar ik me lelijk voelde. Want dan zag ik die vergelijking, weet je, tussen die korte spangen chickies en mezelf. En dat ging niet zo goed. Dus dat was een hele lange struggle, hoor. Tot in mijn 20 jaar zo. Maar nu gaat dat wel, gelukkig. Dus dat ga ik ze als eerst leren. En voor de rest, dat liefde het belangrijkste is. Liefde voor jezelf, liefde naar anderen toe, respect. Gelukkig zijn, doe wat je leuk vindt, weet je. Gezellig, kies je vrienden. Geen broeia, als het broeia is, kort dat ding, weet je. Niet te lang blijven met dat soort zaken. En gewoon, enjoy life. Dat ga ik ze leren en ik ga ook met ze genieten. Maar nu loopt straat, die sabito. Hey. Dat is goed. Hey, je bent zo leuk! Kom hier! Online shoppen wanneer het jou uitkomt. Dat kan nu bij hoppa.sr. Via uw computer, tablet of smartphone kunt u 24 uur per dag shoppen. Ervaar het gemak van Hoppa. Online shoppen, online betalen met Hop, thuisbezorgd. Hoppa, shoppen zo geregeld. Bezoek nu hoppa.sr. Powered by de Hakeningbank.